De dienst Leefmilieu van de Vlaamse Gemeenschap heeft een advies voor de tweede spoorontsluiting in de Antwerpse haven bekendgemaakt. Milieucriteria en onteigeningsplannen werden uitgebreid tegen het licht gehouden. Het R11-tracé over de reservatiestrook voor de A102 door Wommelgem, Morsel en Boeghout krijgt daarin een negatieve beoordeling. In Boeghout reageren ze opgelucht. Ik ben zeer realistisch, zit al lang genoeg in de politiek en de Vlaamse regering neemt uiteindelijk de beslissing. Dit is nog maar een advies, maar ik kan me niet indenken dat dit advies zomaar door de Vlaamse regering naast zich zal neergelegd worden. Dat zou pas getuigen van onbehoorlijk bestuur. Er zijn bovendien nog een aantal argumenten die moeten onderzocht worden en ik weet nu al, het dossier is zeer goed bestudeerd geworden door ons, dat die argumenten eigenlijk ook allemaal in ons voordeel zullen pleiten. Ook het ondergrondse R1-tracevenafmoordsel kreeg een negatieve beoordeling. Het tweede goederen spoor zal dus allicht meer noordelijk worden ingepland. De Vlaamse regering moet de definitieve knoop nog doorhakken, maar in Boeghout lijken ze er gerust op. Ik kan ook rustig tegen de mensen die allemaal uh, ja, eigenlijk in de, in de onteigening zouden vallen van. Uh, Maak u niet al te veel zorgen. Ik denk dat dit wel goed zal komen. Maar of de Vlaamse regering voor 2014 nog een beslissing zal nemen, dat is zeer twijfelachtig. Ik voorspel dat ze dat over de verkiezingen zullen uh, tillen. En in die zin gaan die verkiezingen in 2014 voor Boeghard misschien ook wel heel belangrijk worden. En denk je dat alle Vlaamse partijen toch wel minstens voor de verkiezingen standpunt zullen moeten innemen? Voor welk tracé gaan we nu eigenlijk? Of hoe de verkiezingen van mei 2014 ook in de Antwerpse Zuidrand met argusogen zullen worden bekeken?